komt, hij komt. Nog een paar mannen geduld. En dan staan de kaders hier lieke vol als vlinnen hier in Maassluis. De Dokkemers, jong en oud, hadden er nog 10. Je bent er klaar voor, of net, jongen? Ja! Gelukkig, dan zien we eindelijk een keer de echte. Leuk! Ja. Als je een vreugdedansje kan doen, dan doe je dat op zo'n moment. Als je dit hoort, dan denk je echt zo van, echt? Nou, omdat die Dokkem is, wist er nog nooit West. Ben je echt een landelijke intacht? De gemeente had flink aan het lobbyen in West, want sint in de stad zwaar het net al in een verblierde ben, het helpt ook om de stad nog meer landelijke bekendheid te aan. Waarom als de Waanders kind dan ook net wachtje om het pakjesboord tolf om de horizon verschijnt? Als dan uiteindelijk het bericht krijgt van de kar is van op Dokkum, ja, dat is geweldig mooi nice. Voor Eltsenien, voor Dokkum, voor de hele regio, voor de dorpen. Benam ik voor de BNV zelfs. Kom maar aan hoor. Sinterklaas. Als Sinterklaas voert dan wel zet in Dokkum, speelt de veiligheid meer dan zeer een grote rol. Dat ken Hoeral, dus dat ken je Erik. We hadden politie in het voortraject ook wel even Hifke. Van dat we hier met dwaande binnen. En dan komt een SA neemt SGBO. Hè, dus een grutskalige op het evenement oorstemd organisatie van de veiligheid. Dus dat is echt een belangrijk deel van de voorbereiding. En zo gauw je over het feestje van Sint beginnen, gaat het ook al heel gauw over de kleur van Piet. De Sinterklaas. Nou, dat moet altijd droog zijn. Ja. Ja. Maar is je eigen de zware Piet. Sinterklaas die bepaalt zelfs hokker Pieter hij mij neemt. Dus dat zullen we ook goed bepraat. Maar er komen er ook zwarte Pieter. En wat roos dat is al duidelijk dat er hier komen. Ja, er komen ook zwarte Pieter. Dat hebben we ook al terug. Ja. Dus wij dachten net in één keer totaal iets oors aan wat mensen hier wensen binnen. Die kennen we wel, hè? Ja. Hokkerkleur de Piet nek, ha. Het feestje van de beukers van de burgerskwallen zal er net minder om wezen. Maar nou komt Sinterklaas volgend jaar, hè? Als allereerste in Dokkum.